de trainer van de bezoekende ploeg, meneer Keulemans. Het is een zekere verplichting dat je een persconferentie moet doen. Dus ik kom hier zitten, ik kom een pintje drinken. En voor de rest heb ik niks te zeggen. Dan ga ik ouder tot maandag. Dank u, meneer Dick. Ik heb eigenlijk ook heel weinig te vertellen. Ik denk dat dit een van onze minste wedstrijden is van het seizoen. We zijn nogthans vrij goed begonnen aan die wedstrijd. Ik kom vrij vroeg op voorsprong. En dan valt de machine stil en dan komt Westerlo wel in de wedstrijd zonder echt te dreigen. Ik denk dat er betere kansen voor ons waren. En dat we achteraf gezien denk ik, verdiend hebben gewonnen. Voor de rest denk ik niet dat het een leuke wedstrijd was om naar te kijken. Ik heb hier al heel veel gezien. Vandaag niet. Ik zou me dat kunnen excuseren, maar mijn spelers zijn ook maar mensen. En dan kan je eens een slechte wedstrijd spelen. Maar ze zijn er blijven voor knokken. Ze denk ik organisatorisch vrij goed blijven staan op een actie of 4-5 na. En dan hebben we op een gegeven moment, wat de voorbije weken niet was, vandaag wel gehad. En dat is dat het geluk op zo'n bal. De bal moet goed vallen, ja of nee, rond die 16. Hebben we vandaag wel gehad. Maar we hadden de wedstrijd ook al veel sneller kunnen beslissen en dan, ja, dan had het misschien gewoon gedaan geweest. Wat voor mij het belangrijkste is en wat voor mij het leukste is natuurlijk, zij die dachten dat Cerkelbrugge dood was, ik kan jullie zeggen, nou vandaag Cerkelbrugge leeft. Heeft er iemand onder jullie een vraag? Dan gaan we het record waarschijnlijk breken in de kop. Niemand zal daar rustig voor zijn. Ik wens u allemaal een zeer veilige thuiskomst, een fijne avond en tot de volgende keer.